De fintech-wereld ontwikkelt zich aardig en ook in Oost-Europa gebeurt er een hoop. En vooral in Litouwen zijn ze bezig met peer-to-peer lending. En ik heb het hier over het bedrijf neofinance.com. Mark Leenaerts, neofinance.com, wat doet dat? Neofinance bestaat sinds 2014, is een peer-to-peer lending platform. Dus een platform waarop consumenten rechtstreeks geld kunnen uitlenen aan andere consumenten. En dat is goedgekeurd door de centrale bank, heeft een vergunning voor de centrale bank van Litouwen en mag overal in Europa zaken doen, hè? Klopt, ja. Litouwen is een van de twee landen in Europa, samen met het Verenigd Koninkrijk, waar een vergunning bestaat voor peer-to-peer lending, specifiek voor consumentenleningen. En Neofinance heeft die vergunning, is ook een e-money institution. Dat betekent dat ze zelf IBAN-accounts kunnen uitgeven, dus een gebruiker op Neofinance platform krijgt een eigen IBAN-account en vanuit daaruit wordt geld overgemaakt aan andere consumenten. Ja, daar gaan we zo meteen nog even verder over praten, want jullie zijn ook bezig met de PSD2 dienstverlening en dat gaan jullie ook in Nederland doen om geld mogelijk te maken met direct debit uit IBAN-nummers in plaats van iDeal. Ja. Maar eerst even over dat Neofinance. Dus in 2014 begonnen, in 2015 zijn je beginnen met uitlenen. Het is aan de beurs genoteerd in Litouwen. Hoeveel geld is er op dit ogenblik uitgeleend aan consumenten? Op dit moment staat er ruim 25 miljoen euro uit aan consumenten. In totaal is er voor 40 miljoen uitgeleend over de hele periode. En hoeveel investeerders zitten erin? Ruim 8000 investeerders zijn inmiddels actief. Oké. En ik kan gewoon naar Neofinance gaan en een KYC doen en mezelf aanmelden. Hoeveel moet ik minimaal investeren? 10 euro is het minimum. Dat is euro wel interessant is het minimum voor een bredere doelgroep. Ja. En mag ik dan zelf kiezen in welke leningen ik investeer? Ja, dat is een optie. Het is gewoon een crowdfunding mechanisme. Je kan zelf leningen uitkiezen. Je kan ook automatisch investeren. Dan heb je op bepaalde criteria kun je automatisch die investeringen van minimaal 10 euro per lening doen. Ja, maar goed, de gemiddelde inbreng zijn 8000 investeerders en 25 miljoen. Dus de totaal gemiddelde inbreng is hoeveel? Ongeveer 3000 euro zeg maar, per investeerder. Ja, klopt. Gemiddelde investeerder doet ongeveer 175 leningen. Het idee natuurlijk is wel spreiding. Het blijven leningen. Er kan risico zijn dat het niet terugbetaald wordt. Hoe meer spreiding, hoe minder risico. Ja, wat is de gemiddelde zeg maar, de non-terugbetaalratio? Die verschilt per klasse. Je hebt A-leningen, B-leningen, C-leningen. Bij A-leningen de meest kredietwaardige consumenten. Hebben het over een default rate van minder dan 1%. Uiteindelijk wat ook niet terugbetaald wordt. Ja, oké. Dus dat is in ieder geval dat is goed te doen. Wat is het rendement gemiddeld op je investering? Het is gemiddeld 12%. Dat klinkt natuurlijk heel hoog. 12% rendement, gewoon het netto rendement op mijn lening. Ja, op mijn inbreng. Ja, op basis van die duizenden leningen die reeds verstrekt zijn. Ja. Het heeft te maken met de hogere rentes op consumentenkredieten in Litouwen. Dat heeft weer te maken met de bankaire sector daar. Die bestaat voornamelijk uit buitenlandse banken. Veel Scandinavische banken die daar actief zijn. Over het algemeen, historisch gezien, liggen de rentes ook wel wat hoger. In dit specifieke geval ligt het met name wat hoger omdat er weinig aanbod is van financiële partijen zoals we dat in Nederland kennen. Ja, dus het gemiddelde, wat zei de centrale bank dat het gemiddelde rentepercentage was in Litouwen? Ja, ik ben 2 weken geleden met een groep investeerders naar Litouwen geweest. Daar mochten we bij de centrale bank langs, erg bijzonder. En daar hebben we geleerd uit de presentaties dat er gemiddeld 26% rente wordt betaald op consumenten. In heel Europa is het nul, maar ik heb nog bij ABN AMRO heb ik gezien als ik rood sta betaal ik 12%. Exact, maar dat is een betere vergelijking inderdaad. Creditcard, schulden, dat soort zaken. Daar zit dit in de range en dan zit het daar nog een stuk hoger dan in Nederland. Ja, ja oké. Hey, dus nou in ieder geval, dat is de mogelijkheid voor investeerders om iets meer in te verdienen. Ik krijg hier helemaal niks voor, wil ik even vertellen. Ik ben gewoon geïnteresseerd. Ik vond eigenlijk interessant dat jullie platform ook gebruikt wordt voor PSD2. Dat hebben jullie al geïmplementeerd in Litouwen. Daar heb je ook een vergunning voor. Ja. Payment initiatie. Ja. En daar zijn dus al een aantal betalingen gedaan. Ja, dat gaan jullie ook in. Hoeveel? Meer dan een miljoen. Meer dan een miljoen PSD2, direct debit uit de bankrekening. En dat gaat dan ook tegen hele lage kosten. Ja. Wat gaan jullie hier in Nederland mee doen? Hetzelfde. Sinds 14 september is het voor banken verplicht om mee te werken aan payment initiation services. Mm-hmm. Dat is het type betaling wat wij kunnen uitvoeren. Directe betaling inderdaad tussen consument en webshop. Dat kan tegen tarieven aanzienlijk lager. Echt factor 4-5 keer lager dan wat je nu betaalt. Bijvoorbeeld bij
Ideal. Ja, voor 5 cent heb je gewoon een betaling geïnitieerd, ja, en heb je het terugbetaald. En dan gaat het gewoon vanuit het bankappje van de klant. Exactly. Die scant gewoon een QR-code. En daarna dan heb je op een gegeven moment een direct, geef je toestemming voor de direct debit en heb je het daarmee gedaan. En dat is veel goedkoper dan Ideal. Klopt, het proces is vergelijkbaar met Ideal. Alleen de transactiekosten zijn aanzienlijk lager. Ja. En we zijn nu bezig met wat pilotprojecten in Nederland te starten. Om daar ook een naam uiteraard in Nederland mee te vestigen. En te laten zien dat het net zo efficiënt werkt als bestaande payment services. Ja, wie zijn de mensen achter Neo Finance? Dat zijn mensen uit Litouwen, dus in Nederland niet hele bekende namen. Het zijn wel allemaal mensen met veel achtergrond in de bankensector, maar ook in de techsector. Mm. Oprichter Evaldas Remijkis komt zelf uit de bankenwereld, heeft daarna een aantal techbedrijven opgericht. Dus ja, dat zie je echt terug in het bedrijf. Het is echt fintech, er wordt op de risico's gelet, er zijn de juiste vergunningen. Maar technologisch is het echt een vooruitstrevend platform waar alles volledig online op verloopt. Ja, hoeveel mensen en hoeveel funding? Dus inmiddels zijn er 20 man actief. Er is ruim 1 miljoen aan funding opgehaald, waaronder via de beursgang dit jaar. Het is echt een scale-up. En in Nederland proberen we dat pad door te trekken. 1 miljoen via publiek gaan, dat is echt wel heel bescheiden, zeg. Dat kan daar dus. Ja, het is een kleine beursnotering, ja, zeker. Ja, dat kan dus daar. Oké, dus prima. Dus als mensen dat interessant vinden, neofinance.com. Wanneer kunnen we de PSD2, wanneer heb je geïntegreerd met de grote banken van Nederland, zodat ook die payment initiatieservice kan gaan werken? Dat zou nu Q4 moeten gaan gebeuren. Ik verwacht in Q1 volgend jaar dat de eerste klanten ook echt actief gaan worden daarop. Oké. Hey, maar met Litouwse vergunning kun je dus gewoon heel Europa langs gaan. Ja, dat klopt. Werkt ook gewoon. Heb je gemerkt dat je weinig problemen hebt in Nederland om te beginnen? Je moet je aanmelden bij de Nederlandse bank. Je moet je aanmelden bij de Nederlandse bank, maar je hoeft daar geen vergunning aan te vragen. Nee, het is echt paspoorting. Dus dat is wat Europa voorstaat natuurlijk. Open banking, je kan overal actief worden met 1 vergunning. Ja. En in de praktijk werkt dat best goed. Het is nu wachten inderdaad tot alle banken ook de stappen hebben genomen die nodig zijn om dat open te gooien. En merk je dat ook de banken, zeg maar, je dan, als jij een Litouwse partij bent en jij komt dan namens die partij praten, nemen ze je ook serieus? Nemen ze dat ook gewoon, doen ze de deur open? Ja, onbekend maakt onbemind gaat hier soms wel op. Niet heel veel mensen kennen Litouwen en niet heel veel mensen weten dat het een EU-land is bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat er altijd wat gezonde skepsis is. Maar als je eenmaal merkt inderdaad dat ze net zo goed of soms beter voldoen aan de eisen die gesteld worden, ja, dan merk je dat alles mogelijk is. Oké, en jij bent, wat doe jij zelf in deze wereld? Ik ben sinds april actief als Nederlandse vertegenwoordiger voor Neo Finance. Maar ik ben zelf 18 jaar in de beleggingswereld actief, ook met beleggingsfondsen. En ik zie mijn taak echt als het zoeken voor producten, vaak innovatieve producten, maar vooral producten waar een bovengemiddeld rendement uitkomt. Waarbij het risico goed te bepalen is. En dat is het mooie van peer-to-peer lending platform. Op basis van big data, cijfers, kun je heel goed vaststellen wat het verwachte risico is. Ja, de statistieke pagina van Neo Finance kun je een hele hoop van zien. Absoluut, ja. Alles is transparant. Natuurlijk worden leningen af en toe niet afbetaald. Er zijn ook manieren om dat af te dekken. Maar het gaat gewoon uiteindelijk om doorrekenen wat je risico is en je rendement. Dat zou elke belegger moeten doen. Dus online kun je een hoop vinden. Als ze nog meer willen meten, Nederlandse beleggers, wat kunnen ze dan terecht? Neofinance.com. Is ook een Nederlandse landingspagina. Sinds kort .com/NL. Of uiteraard bij mij. Ik vertel er graag meer over. En ik vind het ook belangrijk om persoonlijk mensen te begeleiden bij zo'n platform. Peer-to-peer lending is iets nieuws. Ja, het vereist soms wel wat uitleg. Maar ik hoop dat iedereen daar voor open staat. Nou, ik ben benieuwd. Uit Litouwen, peer-to-peer lending naar de consumentenwereld. Op dit ogenblik gaat de lening alleen nog maar naar Litouwse mensen. Maar binnenkort ook naar Nederland. Dit was gewoon voor mij informatief. Ik krijg hier geen geld voor iedereen die hierbij zit. Dat wil ik nog even duidelijk vermelden. Maar veel succes hiermee.